Beste kijkers en volgers van mijn kanaal, we gaan weer eens even een lekker stukje wandelen. We pakken nu even een rondje Blaakse Dijk, Kuipersveer, door het buitengebied. En dan gaan we zo naar Heinoord lopen. Nou, dat is een leuk stukje. Vooral het buitengebied is echt leuk om te zien. Dus, nou, jullie kijken weer lekker mee. Een mooi nest gemaakt daar, van de waterkippies. En hier zijn we ze. Nou, de Berlijnse muur. Een beetje grijs, maar goed. Nou, hier heb je een rustpunt. En dan kan je zeg maar daar een bakje doen. Kuipersveer. Het natuurgebied in. Dat is buitendijks. Anders kijken of het een beetje beloopbaar is. Bevaarbaar. Ik zeg allemaal van rare dingen weer allemaal, maar. Het is het Lazenpad. Ik kom weer punt uit, maar dat gaan we niet doen, wij gaan hierheen. Nou, je ziet wel in het gebied dat het echt baggerig is, maar dat is niet erg. Dat is maar een klein stukje. Nou, kijk, hier hebben we het strandje. Dat is nu hoog water. De jeugd is hier ook bezig geweest, zo te zien.
Het is een echt glazen pad, hè. Dat was een kikker. Het buitengebied. Een Kuipersveer. Maar we komen er wel. Vroeger lag hier allemaal takken, maar dat hebben ze allemaal weggehaald. Survival toch. Nou, je hoort hier de vogeltjes fluiten. Hoor eens. Het water staat ook vrij hoog, vind ik. Het kan best zijn een tweede gedeelte niet dat je daar niet kan komen. Avontuur hier. Kijk, hier hebben we al de bruggetjes. Dat was een kikker. Even over een takje heen stappen. Ik geloof dat het nou een beetje heel erg nat is hier. Dat is wel jammer. Dat ga ik dus niet doen. Nee, het tweede gedeelte is gewoon niet te doen. Ik heb geen waas aan dus. Nou, dat gedeelte gaan we dus niet doen nou. Dat is niet te doen. Dat is zeikens nat. Maar het is erg hoog water. Dat komt door het hoge tij uit Duitsland vandaan. Heel veel afwater. Dus dan loopt het water hier omhoog. Dat merk je. Dus normaal gesproken kun je er gewoon lopen. Niks aan de hand. Maar dan gaan we gewoon bovenheen. Dat kan dus ook. Dan gaan we gewoon over het dijkje heen. De stilte. Ervaren hier wel hoor.
Nou kijk, hier ga je, kom je dan uit als je via het buitengebied gaat, het Greenpad. Maar ja, het is gewoon een wazenpad, dus het staat er ook. Ja, niet op je gewone schoenen, zoals ik. Geen probleem, dan lopen we wel lekker zo. Het buitengebied, een Kuipersveer, prachtige natuur. En we lopen nu zo door naar, hoop ik, naar de natuurbegraafplaats. Er is nog wat te doen hier. Je zou meer mensen moeten lopen, dan hebben we weer een mooi pad. Dan groeit het aardig dicht. Ik ben nog maar één keer en twee keer wat mensen tegengekomen. Maar verder is het vrij rustig hier. Niet iedereen is van op de hoogte van het pad, denk ik. Of wel. Het is hier ook vrij zompig. Het is een schitterende natuur hier. Nou, ik kom weer bij mijn rug uit. Hier moet je even overheen klimmen. Kijk, en hier kan je ook nog heen. Maar hier is niet veel te zien. Zullen we even een kijkje nemen? We gaan even naar een bankje. Die zullen we weten.
Nou, hier klimmen we weer even over het hek. Daar gaan we weer. Er staat niet dat je hier niet heen mag, dus ik woon nog lekker door. Ja, Barendrecht. Zo. Ja, ik beter niet aan kunnen trekken dat ruitje, maar goed. Vanmorgen was het niet echt fris. Het is niet echt warm vanmorgen. Maar goed. Dan gaan we even verder. Nou, al mijn vlogs worden natuurlijk ook gedeeld op TV Hoekse Waard. En als mensen kijken via TV Hoekse Waard en zien het filmpje, abonneer dan ook even op mijn YouTube kanaal. Want dan ja, vind ik leuk. Dan weet ik ook gelijk wie de kijkers zijn van TV Hoekse Waard. En het is allemaal gratis, je hoeft er niks voor te betalen. Gewoon even abonneren aanklikken op mijn YouTube kanaal. En ja. Heb ik weer een, weet ik weer mijn vlog bekijkt. Want ik zat van de week even te kijken naar wie er allemaal komen kijken. En dan zie je dat gewoon 76% niet geabonneerd is. En 28% wel. Dus ik kan gewoon veel harder groeien. Wat voor mij ook weer veel beter is. Voor mijn kijkcijfers. En ja. Hoe meer abonnees, des te meer je kan natuurlijk, hè. Dus ja, dat zou ik lijkt wel leuk. Als je mensen dat zien, even abonneren, want het is gratis. Kost je helemaal niets. Ik ben nergens aan verplicht. Je hoeft me niet aan te zetten, de meldingen. Dan krijg je ook niks. Je kan het belletje aanklikken. Dan krijg je een berichtje. Als ik weer een nieuwe vlog plaats. Dus help mij naar 3500. Of 3,5k. Takken, tenen, nou, daar kunnen we natuurlijk manden van maken. Nou, hier de Barendrechtse brug. Vroeger had je hier een brug en dan kon je mee naar de overkant naar Barendrecht toe. En daar is natuurlijk de Heinentunnel voor in de plaats gekomen.
Kijk, die zijn net uit. De eieren zou ik net leggen. De eitjes zijn net uitgekomen. Ik liep net over de natuurbegraafplaats heen. En toen zag ik ze weer. Monument, een bier. Vliegenier die gesneuveld is. Nou, dan gaan we teruglopen naar Putterzoek, 4 kilometer. We zijn net door het buitengebied helemaal gegaan. En nu gaan we weer terug. Nou, die gaan richting zee. Heerlijk wandelen, zonnemiddag. We hebben er nog goed weer bij ook. Nou, daar liepen we eerst op één weg. En nu lopen we zo terug. Ja, een lekker windje, dus dat zou je al horen, denk ik, in de vlog. Nou, dat was leuk. Een oude DAF die we tegenkwamen. Of een Volvo, maar voor mij is het een DAFie. Nou, we zitten ook op TikTok, maar ik doe het niet veel, maar ja, een beetje gekkigheid. Maar serieus neem ik het niet, want daar hou ik gewoon YouTube voor. Dus een beetje scheepjes op mijn werk filmen en af en toe een beetje playbacken. Maar nee, dat gaat hem niet worden. Ik heb wat mensen gevonden die op mijn YouTube zijn gaan abonneren. Dat is wel leuk. Maar verder ga ik er weinig mee doen met TikTok. Allemaal land hier, een land, een land. Nou, daar heb je de blauwe supermarkt, de witte boerderij. Daar heb je de nieuwbouw van Putterzoek. Allemaal distributie. Dat moet mega worden. Binnenzijde van de dijk, buitenzijde van de dijk. Nou, daar ligt de buurtschap Kuipersveer, hè? Een buurtje met een rustpunt tegenwoordig. We zullen zo even langslopen.
Rotterdam 16 kilometer, Oud-Beijland 11, Barendrecht 8. Puttershoek 2 is Gravendeel 11, dus we zijn aardig onderweg naar huis. We moeten naar Puttershoek. Steengoed bij het thuisje. Prachtig wonen hier. Nou, we zijn op de terugweg. We zijn weer in Puttershoek. Ja, hier is weinig aan om te filmen, maar goed. Stenen muur. Maar goed. Nou, iedereen bedankt voor het kijken naar mijn vlog. Vind je mijn filmpjes heel leuk? Abonneer dan op mijn kanaal. Geheel gratis. En wil je meer zien? Even een belletje aanklikken. En maak een leuke comment, zou ik zeggen, eronder. Nou, hier gaan ze ook helemaal vol bouwen.